Dag allemaal, welkom terug bij een nieuw filmpje van het kanaal van Juf Aminozuur. We gaan vandaag beginnen met een nieuw thema en dat thema is bescherming en evenwicht. En in dit deel behandelen we het eerste deel en dat is de huid. In deze afbeelding zien jullie de verschillende lagen waar de huid uit bestaat. En wij gaan het dus hebben over die delen, de kenmerken ervan en de functies ervan. We zien hier staan de epidermis, dat is ook wel bekend als de opperhuid. We zien staan de dermis, dat is de ledenhuid. En daaronder heb je het onderhuidsbindweefsel. Dat is dus officieel niet echt meer deel van de huid, maar we behandelen het wel in dit filmpje. Laten we eens dieper gaan kijken naar wat er allemaal in die huid zit. Nou, allereerst hebben we de opperhuid. Dat is het bovenste laagje. En hier zie je een microscopisch preparaat van de huid, waarin hier heel mooi de opperhuid te zien is. En dit bovenste deel, dat is de hoornlaag. En dat is dus een laag van dode en verhorende epithelcellen. Nou, wat doet die laag? Die beschermt je eigenlijk tegen beschadiging. Denk aan sneetjes, denk aan als je met iets vies in aanraking komt, zodat je geen infecties krijgt. Denk aan uitdroging. Daar beschermt die bovenste laag tegen. Die zie je dus hier. Daaronder zit de kiemlaag, die golvende vorm. Dit is de kiemlaag. En in de kiemlaag zitten levende epithelcellen. En je hebt vast wel eens gehoord dat je onder invloed van zonlicht pigment aanmaakt natuurlijk. Dat is waarom we allemaal bruin worden in de zomer, als we tenminste in de zon komen. Dat gebeurt dus hier in de kiemlaag. En dat gebeurt in de melanocyten. Dat zijn cellen die pigment kunnen vormen. En dat pigment heet melanine. En dat wordt gemaakt onder invloed van UV-straling. Maar het beschermt ook tegen UV-straling. Dus eigenlijk wat het doet, is dat het geactiveerd wordt door UV-straling en vervolgens wordt dat pigment gevormd en zijn alle cellen daaronder beschermd tegen die UV-straling. Daarnaast wordt in die kiemlaag ook vitamine D gemaakt en vitamine D wordt ook gemaakt onder invloed van UV-straling in zonlicht. En die onderste laag, dus de onderste laag van de kiemlaag, die deelt zich voortdurend en die cellen die worden naar boven verplaatst. En op een gegeven moment worden het verhorende cellen en op een gegeven moment scrub je het eraf in de douche. Wat je ook in die eerste laag hebt, of eigenlijk door alle lagen heen, dat is een haar met een haarzakje en de talgklieren. Die zullen we zo zien in de afbeelding. Maar wat bijzonder is, of wat je niet gewoon moet weten, is dat het haarzakje zelf een uitstulping is van de kiemlagen. Dus het zijn dezelfde cellen als die in de kiemlaag voorkomen. En daarnaast, de talgklieren produceren talg. En wat talg doet, dat is het soepel houden van de haar en het soepel houden van de hoornlaag. Nou, hier zien we dan de ledenhuid. En hier laat ik even de haar zien waar ik het net over had. En je ziet hier, dit is de kiemlaag en de talgklieren en het haarzakje bestaan uit dezelfde cellen als de kiemlaag. Dan zien we dit stukje, dat is de dermis. En dat is eigenlijk where the magic happens, zeg ik. Daar zie je namelijk heel veel verschillende onderdelen. Je ziet zintuigen. Denk aan tastzintuigen of drukzintuigen, koude en warmtezintuigen. Dit hebben we natuurlijk al behandeld in waarneming en regeling. Daarnaast zie je zenuwen. Die zenuwen die zorgen ervoor dat de signalen over die zintuigen naar de hersenen worden verstuurd. Die zie je hier. Een zenuw. Daarnaast hebben we haarspiertjes. Die zitten hier. En die haarspiertjes die hebben een rol bij het reguleren van de lichaamstemperatuur. Dat komt in een volgend filmpje aan bod. Maar die zie je hier in ieder geval. Dan hebben we bloedvaten. Die zie je staan. De blauwe en de rode. De slagaders en de aders. En daarnaast hebben we de zweetklieren. En die zie ik hier. En die lopen dus allemaal ook door tot in de kiemlaag. Dat zijn alle afvoerende vaten lopen natuurlijk door tot in de kiemlaag en in de hoornlaag. Anders kunnen ze niet afvoeren. Ja, dan kijken we nog even naar het onderhuidsbindweefsel. In het onderhuidsbindweefsel zitten vetcellen. En in die vetcellen wordt vet opgeslagen. En dat vet dat heeft een warmte-isolerende werking. Wat ook interessant is om te weten, is dat vitamine D, als dat eenmaal is aangemaakt in de huid, dan wordt het ook opgeslagen in de vetcellen. En dat wordt dan langzamerhand afgegeven naarmate het nodig is in het lichaam.
Dat was het filmpje over de huid. Heel kort, maar zoveel is er ook niet. Blijf kijken voor mijn volgende filmpje over het reguleren van de lichaamstemperatuur. En geef even een like als je dit een leuk filmpje vond. En abonneer je ook op mijn kanaal, want ik ga nog heel veel meer filmpjes plaatsen. En ik ga ook examenvragen behandelen in de toekomst. Dus abonneer je vooral, zodat je het niet mist. Dankjewel.